mensenleven. 10 jaar. Nee. En mijn passie? Veldrijden. Wat is dat? Precisie in mijn bochten is mijn grootste probleem in deze fiets. Sport waarbij je een parcours moet afleggen vol hobbels, zand en modder. Er is maar één iemand die mij daarmee kan helpen. En dat is... Marianne Vos, ik ben zo trots dat je meedoet aan Stepsport. Nou, met plezier. Vos is van uitzonderlijke klasse. Vos komt nu uit het wiel van Kok van Adel. Marianne Vos, net 18 jaar, wordt wereldkampioen. Wat een sensatie. Petje af voor Marianne Vos. Oh, oh. Ja, hey, hallo. Hallo. Hoe gaat het? Goed. Kijk eens wie ik heb. Marianne Vos. Marianne, Celine, wat is precies je probleem? Om na een bocht in Nevel op te komen. Dit is je probleem, hè? Ja. Nou, ze doet een heleboel al wel heel goed. Ja. Vooral in een bocht zijn er eigenlijk 3 dingen belangrijk. Oh. Celine? Wat zijn er voor 3 dingen? Dat is tip 1. Druk houden. Tip 1. Druk houden. Wat is dan de druk? Het is op je trap te trappen. Gewoon blijven trappen. Zeker als het een lange bocht is. Gewoon doortrappen. En dat is soms wel eng, maar hoe meer druk je houdt, hoe vaster je in de bocht ligt. Kom aan, Celine, doortrappen. Kom aan, kom aan, kom aan. Juist! We remmen nu inderdaad een beetje naar beneden af. En nu gaan we weer heel veel snelheid maken voor het bultje. En ik zie dat Celine het ook gewoon heel goed doet. Weet je hoeveel lucht er in je banden zit? Nee. Nee, ze staan wel een beetje hard. Zeg maar ho. Ja, bij veldrijden is het heel belangrijk dat je banden niet te hard zet. Zeg maar ho. Ja, en dan hou je ook meer grip in de bochten. Oh. Ja hoor. Ja, dat ziet er heel goed uit. Ja. Tip 2. Vooruitkijken. Tip 2. Vooruitkijken. Verder voor je kijken dan vlak voor je wiel. Wat is het nut ervan? Nou, als je vlak voor je kijkt, dan weet je niet wat er komt. En, dan ga je remmen. Als je inderdaad verder voor je kijkt, dan gaat je fiets doet automatisch waar je naartoe kijkt. Nou, die zit er ook wel in, hè? Ja, nou. Tip 3. Remmen voor de bocht en niet in de bocht. Tip 3. Remmen voor de bocht en zeker niet in de bocht. Ik heb nog geen rijbewijs, maar dat doe je met een auto in principe ook. Je remt voor de bocht en in de bocht ga je alweer meer gas geven. Nooit in de bocht remmen. En nooit in de bocht remmen, nee. En trappen. Ik heb moeite om je te volgen, man. Blijf vooruit kijken, Celine, hè. Druk houden. Vooruit kijken. En remmen voor de bocht. Ja. Ja, we zijn er. Nou, dat ziet er heel goed uit. Nou heb ik een bocht gemaakt daar die iets scherper is. Maar Marianne, denk jij dat ze daar klaar voor is? Nou, ik denk het wel, zoals ze net deze bocht doorging. Ja, ben je er klaar voor? Ja. Oké. Okay. Denk aan man. Heel goed. Spijbelt. We komen daar naar beneden. Ja. Dan maken we eerst de ruime bocht, net zoals we net deden, alleen dan rechtsom. Ja. Dan gaan we hier tussen de pionnetjes door en dan gaan we daar omhoog. Yes, 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 tik hem aan. Geweldig, geweldig, geweldig. Nou, ongelooflijk gefeliciteerd. Marianne, bedankt. Celine, jij kan er tegenaan. Bedankt Marianne maar even. Bedankt. Ja, jij ook bedankt. Altijd aan die tip blijven denken nou, hè.